Veel animo is daar niet voor. Alleen deze bewoner ging op het aanbod in. Ja, als de gemeente haar verantwoordelijkheid dan niet meer neemt ten opzichte van de verkeersveiligheid, doen we het zelf maar. Ja. Bewoners kunnen de verwijderde lantaarnpaal ook cadeau krijgen van de gemeente. Ze mogen die dan op het eigen erf terugplaatsen, maar draaien dan wel zelf op voor de kosten van de stroomvoorziening en het onderhoud. Niet iedereen is het met de bezuinigingsmaatregel van de gemeente eens. Er zijn een aantal mensen die hebben opmerkingen gemaakt. Maar als je 500 palen weghaalt en je hebt dan ongeveer 10 reacties, dan vind ik dat nog wel meevallen. Op kruisingen en in bochten blijven de lantaarnpalen wel staan. De gemeenteburen denkt de 500 lantaarnpalen voor de bouwvak te hebben verwijderd. Sommige inwoners hebben inmiddels zelf hun maatregelen genomen. Zo perfect, hè?